Zondagmiddag speelt NEC de derby. In de Gelredome wordt om 12:30 al afgetrapt tegen de aartsrivaal. Na een weekend zonder competitieverplichtingen volgt een belangrijke fase voor NEC met als inzet lijfsbehoud. Ik kan ook zeggen, ja, voor mij is het een normale wedstrijd, maar je leeft natuurlijk met de mensen mee. Ik ben nu 10 maanden hier en ja, ik weet nog, de eerste dag die ik hier was, was natuurlijk 2 wedstrijden zijn heel belangrijk. En dat is tegen Vitesse. En dat wordt toch een andere sfeer ook in de uitwedstrijd, omdat heel veel supporters van ons erbij zijn. Ja, en ik leef natuurlijk altijd met onze supporters mee. Ook voor het elftal is deze wedstrijd speciaal, want alle punten voor NEC zijn nu belangrijk. Ja, we hebben natuurlijk nu ook heel veel spelers, heel veel talenten die spelen. Die komen hier uit de buurt en dat is toch Vitesse NEC wat bijzonders voor deze talenten. En ja, voor de buitenlandse jongens, die merken natuurlijk dat is ook interessant. Also dat, maar zij komen nu niet uit Nederland, ze komen niet hier uit deze regio. Maar iedereen voelt dat wij denk ik in het stadion komen in de Gelderdoom zondag, dat is een beetje wat anders. Maar goed, op de andere momenten zijn natuurlijk ook 0, 1 of 3 punten te pakken. Vitesse speelt thuis, dus zij hebben voor aanstaande zondag maar één woord. Offensief, ik verwacht ze in een 4-3-3. Ze kunnen ook in 4-4-2 eruit komen. Hij heeft heel goede dribblers op de zijkant. Met Dix op de rechterkant, ook iemand die echt voorschuift. Zijn echt spelen heel offensief. Ik denk die pressen ons aan voor een heel snelle bal eroveren en dan door heel snelle dribblers door onze dekking doorkomen. Zo, en dan moeten wij natuurlijk goed schuiven in de defensieve. Als we de bal naar voren spelen, moeten we de bal eventjes houden. We hebben heel veel snelheid voorin. Als we ook over de counter spelen. En ja, we kunnen ook voetbal spelen. Dat hebben we ook in momenten laten zien. Bij NEC kunnen alle clichés uit de kast. Onrust en in de hoek waar de klappen vallen. Maar trainer Peter Huballa ziet lichtpuntjes. Deze seizoen hebben we tegen Heerenveen gewonnen, tegen Vitesse 1-1 gespeeld. Hier thuis tegen Feyenoord hebben we ook goed gespeeld. Als we goed defensief staan en dan kunnen we de counter echt trekken. Omdat die spelers nu weten in welke posities en welke ruimte ze natuurlijk altijd lopen moeten. We kunnen 2-3 verschillende systemen spelen. Ja, maar ik voel natuurlijk altijd bij het team, we moeten een beetje in de wedstrijd komen. Dat is altijd zo een beetje psychologisch. Nou, als wij niet zo lekker ons voelen en tegen Utrecht was het een beetje dom dat direct Robin Buwalda geblesseerd was. En dat heeft ook wel met een jonge team te doen. Een jonge team is leuk, omdat wij natuurlijk lopen kunnen en passie hebben. Maar jongen, we hebben een denkerteam. En dat is in enkele momenten ook niet zo leuk. Voorin en op het middenveld is iedereen fit, maar in de achterhoede? Ja, Fomichov is nog een vraagteken. Die heeft vandaag niet getraind. Die heeft vandaag individueel getraind. En morgen na de training beslissen we of die meegaat naar Arnhem. Ja, Dierenstam is geblesseerd. Robin Buwalda is geblesseerd. Ja, dat was het. Onder het toeziend oog van 900 meegereisde supporters is de aftrap aan de Batavierenweg, Hoek Nijmeegse Baan, om 12:30. NEC leidt en het is verdiend. Ze worden gek.